kunnen bekijken. Een 4-4-2 hebben wij ze neergezet met Kees Tolinson, Lach, Guillaume, Greziou en Abu, ex-Lommel natuurlijk, ook Sula. Of zeker als Grégoire vier van zijn centrale verdedigers dropt, dan is het zeker zoeken. Lach met de versnelling nu. Lach gaat trappen. Raakt die bal niet helemaal zuiver. Met daar ook bij Musiala onder meer. En ook Luca Oye was toen opgenomen in die lijst. De goede dribbel en de goal. Uit het niets, de verrassing. Gewoon een geweldige dribbel van Bidi. En die kan scoren. Plots door het midden bij Lommel. Firmarin staat met de handen breed. Goed komen vooruit verdedigen en dan mag hij gewoon doorgaan. Voorbij Kevin Kis, niemand die aanvalt. Neven uiteindelijk een beetje. Maar dan is het kalval verdronken. En Doué, de verdediger, die helemaal... Heeft hij aan Verschuren een nieuwe man zo. Kan in ieder geval Anne aanspelen. Nog altijd Anne. De Sula laat liggen voor Alach. Alach op de lat. En dan is die bal nog niet helemaal weg. Daar is Anne, trapt hem over. Hier nog eens de goede aanval. Met Anne. Dan toch centraal. Sula laat liggen. Bal wijkt af. Nu dan eens een loopactie van Aguilar. Dan moet Boussouf zich er wat uitvoetballen. Verlegt het spel. Jo, maar in de voeten van Rosa. En dan is er Sales de gelijkmaker. Vlak blijft beneden. Plots is daar de gelijkmaker. Die komt er iets vallen. Maar Sales is daar opnieuw. 3 goals in 2 wedstrijden. Verslagenheid bij Virton. Hier het goede schot van Diego Rosa. En dan de tik van Sales. Niet twijfelen. Een spits met vertrouwen. Ook vorige week 2 echte spitsengoals. En dit is er ook eentje. Hebben ze een doelpuntmachine gevonden in Lommel. Door Bidi. Maar niet goed opgevolgd. En dan was daar Rosa met uithaal. We zitten aan de overzijde met Sula. Plaatsballetje Sula. 1-2. Wat een knotsgekke wedstrijd. En Sula viert niet. Heeft een jaartje gespeeld. Bij Lommel. Vreemd doelpunt. Wijkt die bal er nog af? Ik zou denken van wel. Want anders ziet Firmarin er toch wel heel vreemd uit. Gelijke stand. Is daar opnieuw Virton. Lullig balverlies. Dan is daar Guillaume. Die geeft die bal aan Sula. En dan gaan we hier zien op wie die bal afwijkt. En of die bal afwijkt. En meteen meen dat pak om die vrije trap te gaan verdedigen. Vrije trap voor Lommel. Scherp aangesneden. Bal gaat richting de tweede paal. Hij gaat erin. Maar de vlag in de lucht. De salto's van Sales. Maar gevlacht en gefloten van Neven. Het publiek vindt dat niet zo leuk. Die lage ballen. Balletje in de 16. Neven, Neven. Geweldige redding van Sadin. Prima beenreflex van Anthony Sadin. Dan kan je spreken van defensieve problemen. Suleiman Am glipt bijna weg. Daar is Am. Blijft gewoon lopen. Am plaatst hem in het zijnet. De hoek werd scherper en scherper. Terwijl ze weer de bal zomaar weggeven. Daar is Suleiman Am. 3 keer dom balverlies, 3 tegendoelpunten. Lommel Virton 1-3. Suleiman Am. Ai, zo maak je het zelf zo moeilijk. Op de helft van de tegenstander. Want dit is toch wel echt een cadeautje weer. Het is Kis die hem zomaar inlevert. Speelt hem hier achteruit. Rosa, mijn excuses, niet Kis. En dan Suleiman Am die er als de kippen bij is om die paas te onderscheppen. Het wordt Arzani. Arzani in de korte hoek. Maar waarom niet? Sadin alert. Wat een dreiging bij hem. Weer een goede dribbel van Boussouf. De voorzet tot bij Verschuren moet hij gaan afleggen. Rosa vindt Arzani. Goed gevoetbald. Roké. Goeie voorzet, maar geen doelpunt. Actie nog niet helemaal voorbij. Want Boussouf met de dribbel. Lommel. Met hier Verschuren moet die bal sneller bespeelbaar maken en achteruit leggen. Dat lukte niet helemaal. Dan is er Arzani goed meegeven.
misschien wel de snelle tegenprik met Sula. Dus met z'n vieren zijn ze mee. Sula geeft op het goede moment mee met Anhal. Moet scoren. Vindt Pierre Marin. Dan is er Alag nog. En Thordarson die weghaalt. Reuze kans. Suleiman aan. Meer gerust hart. Morgen kijken naar Moes Groendijs. Hier de kans van Anne. Goeie redding van Pierre Marin wel hoor. Thuis tegen RWDM. Daar kunnen ze nog eens een goede zaak gaan doen. Dan volgen nog thuis was aan Beveren uiteindelijk. Terwijl er weer een stevige fout is. En nu wel de rode kaart voor Arzak. Het zat er wat aan te komen. Hier gaat het nog eens zien. De arm van Ardani. Nou, wist hem echt wel zijn hoor. Het is bewust. Voelde hem komen. De arm breed. En de gele kaart is dan terecht. En Lommel zal achterblijven met 0 op 9. Voor Virton is er na 0 op 6. Nu officieel ook de eerste overwinning terug. Een belangrijke zege tegen Lommel. I'm